Vandaag geen hamburger, wel een broodje met kip, teriyaki en ananas. Deze is geweldig en dat doe ik allemaal op de Monolith Classic Pro 2.0. Ik ben Ralf de Kok, professioneel barbecuer en elke week maak ik een fantastisch gerecht. Van super eenvoudig tot mega culinair. Dit is een super lekker gerechtje. Echt fantastisch. Ik had dit bedacht voor op de camping. Ik denk, ik ga vandaag stap ik in de camper en neem gewoon een klein barbecue mee. En lekker makkelijk, weet je wel, lekker snel. Leuk gerechtje voor op de camping. Maar wat denk je? Campertje reed niet. Campertje deed gewoon niet. Doet niks. Dus dan maar gewoon op de oude vertrouwde veranda. De Man Cave. En we pakken er gewoon de gewone grote monolith bij. De Classic. Kijk, hij staat ondertussen op 200 graden. Ik heb hem denk ik een minuutje of 20 geleden aangestoken. Ik heb hierboven een centimeter los, beneden anderhalf. En zo blijft hij echt mooi staan. Maar er zit nog geen roostertje in. En een groot deel van dit gerechtje wil ik op mijn grillplaat maken. De platte kant, de griddle van mijn grillplaat. Kijk, die halve grillplaat. Eén kant geribbeld, één kant vlak. En dit wil ik gaan gebruiken. Ik wil gewoon heel veel karamellisatie. Ik wil heel veel Maillard effect hebben. Ik ga ook een klein beetje rook toevoegen. Dus voor het extra barbecue toetje. Dus ik ga hem indelen. Onderin leg ik een halve pleetzetter. Die kan ik maar vast neerleggen. Lijkt aan de rechterkant. Gewoon eventjes om wat extra hitte te blokkeren. Hoppakee. Dus grillplaatje. Roostertje. Met de halve pleetzetter eronder. Dekseltje dicht. De temperatuur op de teller die zal nou minder aan gaan geven. Want nu ligt eigenlijk twee helften liggen indirect. Hier ligt een pleetzettertje en hier ligt een grillplaatje. Dus die lucht die komt er zo doorheen. Dus eigenlijk hebben we een soort van indirecte temperatuur nou. Ik weet wel dat mijn keramiek is mooi goed op temperatuur. Mooi 200 graden. Dus ik zet hem boven een klein stukje verder open. Eigenlijk gewoon het dubbele van nu. Nu ongeveer zoveel. Gewoon om eventjes wat extra trek te creëren tussen die plaatjes door. Want ik vind alles tussen de 180 en de 200 graden is een hele mooie temperatuur voor dit gerechtje. Kippetjes, die kant op. Online, tuurlijk weer besteld. Kippendijtjes. Zonder vel, zonder bot. Bij de meatlovers.nl. Die hebben supermooie spullen. Je weet het ondertussen, ik haal daar heel graag mijn vlees. En mijn kippetjes. Je zou dit gerecht natuurlijk ook met een kipfiletje kunnen doen. Maakt helemaal niks uit. Dit is natuurlijk wel... Dat zal iedereen met me eens zijn. Kippendijen is gewoon veel sappiger. Veel, veel sappiger. Wat gaan we doen? We gaan ze wel eventjes lekker op smaak maken. We gaan ze lekker kruiden eerst. En die kruiden zijn... Een klein beetje uienpoeder. En een klein beetje knoflookpoeder. En een heel klein beetje milde paprikapoeder. Je weet nu al dat het gewoon rijmt, hè? Ananas en kip. Kom op, joh. Beste combinatie ever. Teriyaki en ananas. Hè? Ik ook al vaker gedaan. Mooi flinterdun laagje. Daar wil ik ook nog een beetje zout op hebben. En ook hiervoor gebruik ik het fijne spul. Gewoon het keukenzout. Checken wij ondertussen even wat de barbecue doet. De barbecue staat nu op 140 graden. Nogmaals, dat is de indirecte temperatuur eigenlijk die meet als het ware. Hè? Dus de temperatuur die onderaan tegen dat plaatje komt, tegen mijn grillplaat, is echt hoger. Ik zet hem gewoon iets verder open. Net even iets meer. Iets meer. Dan pak ik er nog even een plateautje bij. En... Een ananas. Echt weer zo'n campingdingetje, dacht ik. Ja, ik wou niet op de camping lopen klooien met zo'n hele ananas. Ik denk, ik pak mooi de ananas in siroop. Maar dat heeft wel een enorm voordeel, die ananas in siroop. Want die zijn echt gewoon gemarineerd, als het ware, met lekkere suikersiroop. Dus dat werkt op een barbecue ook weer heel erg mooi. En deze jongens wil ik ook eventjes kruiden. En ik wil er een flinterdun laagje olie overheen doen. Ik heb hier een heel erg mooi olietje, knoflook en chiliolie. Als je dat niet hebt, neem dan gewoon een hele mooie olijfolie. En dan gewoon een paar druppeltjes eroverheen. Je ziet me het vaker doen met ananas.
En die olie, buiten het feit dat die hele mooie smaak afgeeft, die zorgt eigenlijk voor dat het vocht in de ananas minder snel verdampt. Het is bijna eigenlijk een soort plastic folie wat je tegen de deur aan plakt, weet je wel. Je denkt dat je naar buiten kan, maar je wordt altijd tegengehouden door een plastic folie. En uiteindelijk, ja, dan kom je ook door die folie heen. Maar het remt dus de verdamping van het vocht, waardoor die ananasjes dus extra sappig blijven. En wat is er nou heel erg lekker bij ananas? Chili. Chili flakes. Daar moeten we wel een klein beetje voorzichtig mee zijn. Want het is gewoon een klein beetje extra. Het moet echt niet overdreven worden. De barbecue zit op 160 graden. Lijkt mij uitstekend. Klein laagje olie. Daar gaan we. De kippendijtjes gaan erop. En je hoort een lichte sear. Heel mooi zachtjes. Ik doe er 4. Ach ja, en een paar om te smullen. Zo. Deksel dicht. Kan hier mooi op temperatuur blijven. Deze moet in afwas. Handjes even wassen. Zo, de handjes zijn schoon. En terwijl ik mijn handjes aan het wassen was... Toen dacht ik in één keer, ik ben wat vergeten. Namelijk het toevoegen van het rookhout. Ik heb hier wat rooksnippers voorgeweekt in het water. Gewoon net 10 minuten voordat ik begon. Dus die liggen er een kwartiertje in. Dat is meer dan zat. Want ik wil natuurlijk wel een mooi licht rooksmaakje toevoegen aan onze kipfiletjes. En of echt maar licht en subtiliteit is natuurlijk de truc hier. Want ook ananas is fantastisch als dat licht gerookt is. Werkt zo mooi met rookhout. De chipfeeder, dat is dit ding, gaat hier. Hoppakee, ding los. Hoppakee. En weg zijn ze. Tenminste, weg zijn ze. Het klepje weer dicht. Ik hoef dus niet mijn deksel open te maken. Vlees eraf, dingetjes eruit, mijn roosters, toestanden. Dit is zo ontzettend makkelijk. Zelfs dus als je het vergeet, zoals ik zojuist gedaan heb. Oké, terwijl dat mooi aan het roken is, mag wat mij betreft nu ook meteen de ananas erop. En die ananasjes gaan mooi op het rooster. En zoals je ziet, ligt ze indirect, hè? Doobie. Mooi, terwijl de barbecue zijn ding doet, ga ik eventjes mijn ding doen. En dat is namelijk het maken van een heerlijk sausje. Ik dacht, wat is nou lekker bij dit gerechtje? Een witte saus, maar een frisse witte saus. Dus ik zat te denken, hey, Turkse yoghurt. Weet je wel, een beetje ja, lekker fris, lichtzurig. Ik denk, dat ga ik doen. 3 eetlepels Turkse yoghurt. En daarbij gaat knoflookpoeder, uienpoeder. Het zijn net even die smaakjes die ik zojuist heb gebruikt voor de rub. Dus die komen gewoon terug, helemaal niet schrikken. Een paar chili flakes gaan daarbij. En harissa. En harissa is natuurlijk ook een pittig sausje. 1 volle theelepel. Hier kun je stoppen. Maar je kunt ook een 2e volle theelepel toevoegen. Nou, dat mengen we allemaal even goed door elkaar. Ananassap. Het is gewoon een kwestie van smaakjes terug laten komen. Hè? Wat je dus de rest van het gerecht gewoon allemaal mooi, dat het allemaal samenkomt. Hierdoor wordt mijn saus, mijn yoghurt, ook een heel stuk dunner. Dus dan wordt het meer een saus dan een dikke yoghurt. Dus dat is al tof. Even proeven. Oh. Oh. Hier gebeuren dingen. Even kijken, wat heeft hij nodig? Snuf zout. Heeft hij nodig? Wat mij betreft, hè? Niet van de benauwde, beetje extra harissa erbij. Er gaat een klein beetje honing in, hoeft echt maar een beetje. Als je te veel harissa hebt gebruikt of chili flakes, je denkt van nou dit was me toch iets te pittig, meer honing, dan brengt dat allemaal mooi in balans. Hè? Heerlijk fris. Licht pittig, een hele bijzondere smaak geeft dat altijd harissa. Echt lekker. Hier ben ik blij mee. Helemaal te gek. Ik denk dat het tijd is geworden voor het omdraaien van onze kippendijtjes. Laten we even checken. Kijk maar eens.
We gaan eens even kijken of die mooi goudbruin is geworden. Ja, daar begint toch een mooi goudbruin korstje op te ontstaan, hè? Die mag nog eventjes. Ananasjes laten we gewoon nog even liggen. Goeie dingen. Dan, het volgende. Hadden we het nog niet over gehad, maar er komt nog iets lekkers bij. Namelijk een leeg schaaltje. Worteltjes, rode kool, witte kool. Dat ga ik even maken. Ik denk, ja, op de camping niet echt makkelijk. Ik loop in de supermarkt binnen en wat zie ik? Kant en klaar tegenwoordig. Koolmix noemen ze dat. Nou, ideaal. Dat vond ik wel zo fijn. Maar dit is nou gewoon rauwkost. Hier is geen reet aan. Dus dit gaan we op smaak maken. En nu heb ik de laatste paar keer een heerlijk azijntje gebruikt. Weet je wel, de jalapeno azijn. Die is zo fantastisch. Ik denk dat gaat hier ook heel erg goed bij. Dus we doen even een goede scheut jalapeno azijn erbij. Ook hier gaan weer dezelfde kruiden in. Zijnde de knoflookpoeder. Of granulaat. Niet te veel. Uienpoeder. Ook niet te veel. Chiliflakes. Niet te veel. Nu is een koolsla, wordt heel vaak aangemaakt met mayonaise. Lekker, romig. Nu heb ik ook wat koolsla's gemaakt, ook op dit kanaal al een paar keer, met karnemelk, met mayonaise, maar ook met yoghurt. Yoghurt is natuurlijk de light variant. Laten wij toch yoghurt hebben. Hier, weet je nog, Turkse yoghurt. Dus je gaat gewoon een heel klein schepje doorheen. Zo, even roeren. Daarbij gaat nog wat peper en zout. En een klein beetje fleur de sel. Prachtig. Die gaan mooi, hè, die kippendijtjes. Die ananas hoef je eigenlijk niks aan te doen. Die hoeven alleen maar warm te worden eigenlijk. En kippendijtjes van dit formaat, op deze temperatuur, je hebt ongeveer 20 minuutjes nodig. Dan zijn ze klaar, hè? Kern 70-71 gaan we daar even meten met de thermapen. En wat de azijn doet, en ook het zout trouwens, dat gaart deze rauwkost, hè, die groente. Dus als je dit gewoon eventjes laat staan, een kwartiertje, dan wordt dat echt helemaal mooi zacht. Er komt wat vocht uit, wat ook weer een hele mooie sap is als het ware. Zo, dit gaat erg lekker zijn, ik weet het nu al. 74. Dat is meer dan genoeg. Dus, die mogen eraf. Die zijn klaar. Nou wil ik deze kant ook nog eventjes lekker aangrillen. Ik ruik de rook ook nog steeds. Het is trouwens pekan wat ik gebruikt heb. Ik weet niet of ik dat gezegd had. En anders weet je het nu twee keer. Goed, wat hebben we? We hebben mooi krokant gebakken kippendijtjes. Oh, die ruiken fantastisch. We hebben lekkere, warme, licht gerookte, geroosterde ananas. We hebben de koolsla. We hebben een lekker sausje erbij. En niet te vergeten, broodjes. Lekkere broodjes. Ronde broodjes. Zachte, ronde broodjes. Lekker man. Oké, ananasjes kunnen eraf. Heet jongen, heet. Tuurlijk willen wij die broodjes nog even roosteren. Tuurlijk. Gewoon lekker in dat kippenvet. Lekker man. Kip en teriyaki. Hoe mooi is dat? Dus hier gaat wat lekkere teriyaki saus overheen. Ik gebruik nou een teriyaki saus uit een potje. Als je wil weten hoe je een heerlijke teriyaki saus maakt. Ik heb er zat, echt waar, ik heb er zat gemaakt op dit kanaal. Kijk, ah, kijk gewoon heet. Mooi, knusprig. En smaak, wat willen we nog meer? Zo, ik pak er even een plankje bij. En dan ga ik het bordje opmaken. Mooi plankje. We beginnen
Met die heerlijke frisse saus. Niet te weinig, hè? Vooral niet te weinig. Dan een prachtig mooi kippendijtje. Hoppa, kijk eens. Optioneel wat anders. Sesamzaad. Dan die prachtig mooie gekarameliseerde lichtgerookte ananas, weet je nog? Oh jongens. Die zien er ook zo lekker uit. En dan als laatste. Kijk, hij is alweer mooi wat zachter geworden. Komt alweer wat vocht uit. Zie je dat? Wat hieronder ontstaat. De koolsla gaat er bovenop dit keer. Vitamintjes en kleur. Lekker licht knapperig. Licht pittig ook. Fantastisch. Natuurlijk nog een extra schepje saus op het kontje. Zo, en hier zijn ze dan. Gaat-ie. Die harissa, die komt door, die is pittig. Net als de chiliflakes in de coleslaw. Maar lekker pittig. En dan komt die super zoete gekarameliseerde ananas erbij. Licht rooktintje, wat zeg maar als een laagje, letterlijk laagje smaak op mijn tong hangt nu. Super sappig kippetje. Man, 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 man. Maken! Echt waar. Vond jij dit nou een leuke video? Heb je hier wat aan gehad? Overweeg dan eventjes om te abonneren op mijn kanaal. Want ik werk elke week op allerlei soorten barbecues. Op een gasbarbecue, op houtskoolbarbecues, op echt vuur, op pelletgrills, op smokers. Noem maar op. Het kost helemaal niks, hè? Dat doe jij door op deze knop te drukken. Zoals bijvoorbeeld de video van vorige week. Ik zet hem hier neer. Of die van een poosje terug. Deze. Ook hartstikke leuk. En altijd wel een lekker receptje. En voor meer informatie check even mijn website ralsbarbecue.nl. Ik zou zeggen, kom erbij, join the club. Goeie dingen!